Breda Nu. Je weet het meteen. Een Indisch museum in Breda. De lang gekoesterde wens van menig Indisch Nederlander en Magda Wallenburg, voorzitter van Stichting Ariati, gaat in vervulling. Een heus Indisch museum wordt officieel door onze burgemeester en de wethouder van cultuur geopend. Het Indisch museum staat aan de J. Poelaertstraat, nummer 1 in Breda. Lieve allemaal, ik ben heel erg blij dat het huisje zo gevuld is met zoveel mensen die zo betrokken zijn bij het Indisch Museum. Ik ben eigenlijk ziek. Dus ik probeer mijn best te doen. En ik heb zoveel lieve vrijwilligers om me heen die ervoor gezorgd hebben dat het allemaal goed is gegaan de afgelopen dagen. Selamat Sayang. Siang, hè? Ja. Ook daar gaat het om het accent, hè? Mooi om hier te mogen zijn in deze Hollandse kou, in de Indische warmte, zal ik maar zeggen. Wat mooi om hier te mogen zijn. Een stad wordt opgebouwd uit mensen. Mensen die overal vandaan komen en samen de stad vormen. En natuurlijk zijn we allemaal Bredana's. Maar het is mooi dat er op sommige plekken nog iets is wat herinnert aan daar waar je vandaan komt, wat je koestert. De verhalen, de beelden, soms ook de muziek, ook de geuren staat natuurlijk heel erg belangrijk bij, want ook dat is iets wat je kunt koesteren. Omdat dat iets van een anker geeft, de plek waar je vandaan komt, waar je ouders vandaan komen, je grootouders vandaan komen, waar uiteindelijk ook je ankers lagen en waar je roots vandaan komen. Het ook altijd meerdere verhalen mogen zijn. Er is niet één vast verhaal. Iedereen van u heeft hier een eigen verhaal als het gaat over uw relatie met Indië. Ook ik heb mijn verhaal. Mijn vader is ook in Indië geweest, mijn schoonvader is in Indië geweest. Ik ben er een aantal jaren terug op vakantie geweest, dus ik voelde mij heel erg thuis toen ik in Indië kwam, toen ik op Java was, omdat ik daar weer allerlei verhalen van hem zag. Dus ik heb mijn verhaal als het gaat over Indië en wat dat dus met mij doet hier in Breda. En dat geldt voor u allemaal en ik denk dat de waarde er vooral in zit als we met elkaar die verhalen blijven uitwisselen en laten dat het ook mag bestaan dat die verschillende verhalen er zijn. Dat er niet één waarheid is als het gaat over een object of over een historisch moment. Natuurlijk moeten we het uitzoeken, dat is ook een rol van een museum. En die rol willen jullie ook in gaan nemen om te kijken van hoe kunnen we dat scherper gaan krijgen. Maar laten we vooral ook met elkaar blijven waarderen dat die verschillende verhalen het totaal uiteindelijk bepalend maken en de waarde hebben. Breda Nu. Je weet het meteen.